Vandaag een bewolkte dag met regen. De temperatuur is beduidend lager dan gisteren. Het wordt zo'n 9 graden. Dag, dit is het TV West nieuws van vrijdag 26 april. En mijn naam is Renate Sonneveld. De jonge man die zou hebben gedreigd met een schietpartij op een school in Leiden heeft zich gemeld bij de Nederlandse ambassade in Costa Rica. Dat meldt de Costa Ricaanse nieuwssite Teletica. Het bericht wordt bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ambassade zou hebben aangeboden zijn ticket naar Nederland te betalen. Maar daar wil het ministerie niets over zeggen. De jongen zou vrijwillig naar Nederland moeten komen, want hij is legaal in Costa Rica. En dus vrij om te doen en te laten wat hij wil. Een onbekende die zich voordoet als de dreiger heeft gisteravond opnieuw gedreigd met een schietpartij in Leiden. En die stond weer op de Amerikaanse website 4chan. In het bericht wordt verwezen naar de eerdere dreiging. Ik zit niet in Costa Rica, maar ben gewoon in Leiden. Ik zie jullie op Koninginnedag. De ministers Opstelten van Veiligheid en Justitie en Plasterk van Binnenlandse Zaken moeten opheldering geven over de ontdekking van spionagekastjes in de Haagse Schilderswijk. GroenLinks heeft hier vragen over gesteld. Vorige week onthulde Omroep West dat het kabelbedrijf Ziggo een kastje had ontdekt met daarin een camera, opnameapparatuur en een UMTS-modem. Later werd duidelijk dat het spionagespullen van de politie waren. In de Haagse gemeenteraad bleek gisteren dat het college van BMW niet van de kastjes op de hoogte was. Het zou kunnen dat justitie op eigen houtje heeft geopereerd, omdat het Openbaar Ministerie zoiets kan besluiten zonder het de gemeente te vertellen. De Schravenhaagse zwem- en badinrichting aan de Mauritskade wordt in een modern jasje gestoken. Het wordt omgebouwd tot een resort met daarin een zwembad, sauna en fitness. Maar belangrijke onderdelen uit 1883 blijven daarin bewaard. Het zwembad aan de Mauritskade gaat in 1883 open. Het is het eerste overdekte zwembad van Nederland. Vele Hagenaars leren hier zwemmen. In 1937 komt er een tweede bad bij. Het doet dienst als zwembad tot 2006. Dan gaat het dicht en start het werk om het zwembad in oude luister te herstellen. We zetten zeg maar de gietijzeren kolommen komen terug, de ronde boogjes komen terug. Wat heel lang verstopt is geweest is de lichtstraat, dus het glazen dak. Dat komt ook weer terug en dat hebben we twee keer zo breed gemaakt, 8 meter breed. En wat ik dan het leuke vind, is als de zon schijnt buiten, schijnt die ook binnen. Den Haag is blij met de nieuwe voorziening, want vooral aan een sauna is behoefte. Heel vaak reizen mensen ook naar andere gemeentes toe, hoeft nu niet meer. In het centrum van Den Haag, naast het nieuwe Hilton Hotel, hebben we hier zo een mooie sportieve voorziening erbij. En dat vind ik echt een aanwinst voor de stad. Ik zeg altijd, weet je wel, het verleden ontmoet de toekomst. En dat heb ik kunnen bereiken hier. Ruim 1,3 miljoen scholieren trekken vandaag hun sportkleding aan om mee te doen aan de Koningsspelen. 6.000 van de in totaal 7.500 basisscholen in ons land doen daaraan mee. De leerlingen krijgen allemaal een gratis gezond ontbijt aangeboden. En daarna kunnen de scholen zelf bepalen hoe ze de dag invullen. Verslaggever Mark Kool staat bij basisschool Onze Wereld in Den Haag. Mark, wat gaan ze daar allemaal doen vandaag? Ja, er wordt eerst gezamenlijk ontbeten door de kinderen. En daarna is er achter de school op het schoolplein een soort van sportdag. Maar er zijn ook andere kunstzinnige uitingen. En die vinden plaats in het theatertje naast de school. Denk maar aan toneelstukjes, aan hele mooie versjes, rood, wit, blauw. Kinderen zien er helemaal versierd uit. Daar doen ze heel erg hun best voor. En dat feestje, dat vieren we hier. En dat is ook een koningslied, begreep ik. Ja, met alle commotie eromheen hebben we een eigen kinderkoningslied gemaakt. En het enige wat de kinderen hoeven te repeteren telkens is het woord koning. Maar er kunnen weinig spelfouten in gemaakt worden. Daarom. De bewoonster van een flat aan de Prinses Anna-laan in Leidschendam is gisteravond neergestoken. Volgens de politie is ze niet ernstig gewond. De vrouw werd rond 9:30 vermoedelijk door haar ex-partner bestookt. Regio 15 meldt dat omstanders zagen hoe de man eerst had geprobeerd de vrouw over de reling te gooien. De dader sloeg op de vlucht en de politie ging met man en macht naar hem op zoek. Daarbij werden onder andere trams tot stilstand gebracht en doorzocht. Het is niet bekend of de verdachte van de steekpartij inmiddels is aangehouden. Wie is de grootste graaier van Den Haag? Zeker 5 bestuurders in de publieke sector verdienen allemaal ruim boven de balken en de norm, namelijk 250.000 euro per jaar of meer. En dat gaat de SP in Den Haag veel te ver. En daarom zijn ze gisteravond gestart met de verkiezing van de grootste graaier van Den Haag. Met een ludieke actie vraagt de SP aandacht voor de graaicultuur en topsalarissen van bestuurders in de publieke sector. Nou ja, je kan het zien als een publieke schandpaal. Mensen worden bekendgemaakt met naam en toename en foto. Kijk, het is gewoon moeilijk kiezen. Joh. Ja, het is moeilijk kiezen. Het winkelend publiek in de Grote Marktstraat is erg te spreken over de actie van de SP. Nou, dat is een hele goede actie, ja. Je moet alleen maar bekendmaken waar die boeven zijn. Voorzitter, Raad en Bestuur Haagse Ziekenhuis. Maar dat het momenteel niet zo goed gaat, hebben we daarop gestemd. En
aangezien het jaarinkomen vind ik eigenlijk dat ze het niet verdienen. Ja, ik vind eigenlijk dat ze allemaal aangekruist moeten worden. Minister Plasterk is met een wet gekomen die regelt dat bestuurders in de publieke sector niet meer dan 187.000 euro per jaar mogen verdienen. Maar die wet treedt pas in over 4 jaar. Wat wil je eigenlijk met deze actie bereiken? Dat ze zelf zeggen van ja, wij zien ook dat we het belastinggeld echt aan zorg moeten uitgeven. Echt aan het opknappen van woningen moeten uitgeven. In plaats van dat we het in onze eigen zak steken. De kloof tussen arm en rijk is groot. Daar moet een einde komen. Verder met sport. Voetbalvereniging Katwijk heeft gisteravond een domper te verwerken gekregen. De voetbalploeg kon bij winst op Spakenburg kampioen van de topklasse worden, maar verloor. Dit zijn beelden uit de tweede helft. Katwijk staat met 2-0 achter en komt zelfs op 3-0 achter door een doelpunt van Jeroen Hessing. Het loopt niet zoals de Katwijkers het gehoopt hadden, want het kampioensfeestje moet uitgesteld worden. Zeker als ook Reilly Ignacio de Hagenaar deze strafschop scoort en Spakenburg op 4-0 zet. Geen feest voor de Katwijkers, alhoewel er valt nog wel een doelpuntje voor de Katwijkse ploeg. Die komt op naam van aanvoerder Zuidam en wordt gemaakt in de slotfase. Geen kampioenschap voor Katwijk op de donderdagavond, wellicht aankomend weekend. Dus zaterdag zal je moeten gaan afwachten hoe het op het veld van Hardenberg verloopt. En ja, goed, en dan als GVV toch nog omdraait, dan moet je zaterdag over een week zelf doen. Dan de kranten van vanochtend. De gemeente Westland opent de jacht op illegale reclameborden langs hoofdwegen. Dat staat te lezen in het AD. In de afgelopen jaren zijn er al 235 aangetroffen. De gemeente die verscherpt nu de regels. Wie zijn bord niet op tijd weghaalt, riskeert een torenhoge boete. De landelijke actie Kinderzwerfboek is een groot succes in Den Haag. Dat staat in de Telegraaf. Bij het principe van de zwerfboeken kunnen kinderen een gratis boek meenemen uit een wijkcentrum of uit een school, mits het maar weer terugbrengen. En inmiddels zwerven er duizenden boeken door de stad. Tot zover het nieuws van vrijdag 26 april. Meer nieuws kunt u vinden op onze website omroepwest.nl en op Radio West 89.3. Ik wens u nog een hele fijne dag. Dag.